Dus ja, ik zou zeggen relativerend R&B in een urban jasje. Leuk dat je kijkt naar de kennismaking met de finalisten van de Are You Open Talent Contest 2021. Deze finalisten zullen donderdag 10 juni op het podium staan in Theater Zuidplein. En vandaag ga ik met ze bellen om even te kijken hoe het met ze gaat. Wat ging er door je heen toen je vorige week werd gebeld? Nou, voor mij was het sowieso gewoon, sowieso even kijken van, hè, ben ik door of ben ik niet door? En dan hoor je dat je door bent en dat is voor mij toch wel een soort happy gevoel. Waarom? Ja, omdat ik in deze coronatijd heb ik niet echt veel kunnen optreden. En voor mij was dit echt een opportunity om in ieder geval weer op te kunnen treden. En voor de rest gewoon kijken waar het schip strandt, man. Maar vooral gewoon plezier en even weer on stage zijn. We zijn gelijk met de deur in huis gevallen. Stel jezelf even voor. Wie ben je? Wat doe je? Nou, ik ben Cheflano, Meiland. Ik woon in Rotterdam, 26 jaar oud. En in het dagelijks leven ben ik ICT'er. Ik werk fulltime. En daarnaast doe ik daar gewoon mijn muziek. En als je je muziek kon beschrijven, hoe zou je dat beschrijven? En nou, mijn muziek zou ik omschrijven als R&B en een urban jasje. Ik maak sowieso gewoon muziek wat betreft mijn liefdesleven. En gewoon de dingen die ik meemaak in mijn leven over het algemeen. Maar ook wat ik bij andere mensen zie. Wat ik vraag ik ook mensen gewoon van, yo, vertel jouw story, vertel jouw love story of levensstory. En dan maken we daar gewoon een nummer van. En hoe werkt dat dan? Dus dan heb je iets meegemaakt en dan ga je naar huis en dan ga je het gelijk uitschrijven en het vertalen naar muziek? Of? Nou, in principe, ik ben gewoon in de studio en ik laat het gewoon allemaal op me afkomen. Ik ga niet met een bepaald idee naar de studio van, ja, vandaag moet ik dit doen. Soms wel, als we bij die love stories, weet je, dat mensen love stories insturen. Dan ga ik wel echt met die intentie van, oké, ik ga dit nummer schrijven voor diegene. Maar als ik zelf gewoon ga, dan is het meestal gewoon in de studio zitten, het op me af laten komen. Ik laat die beat met mij praten. Vervolgens ga ik naar de mic toe. Ik leg mijn gevoel eerst vast, dus ik ga eerst gewoon een beetje flow in de mic. En daarna, wanneer ik dat heb, ga ik gewoon luisteren wat ik heb. En dan speelt die beat ook af en die beat praat met me. En op een gegeven moment komen er gewoon woorden. En met die woorden dan weet ik meestal gewoon wat voor onderwerp ik ook naartoe ga. En dan is het gewoon ineens van, ik wil je in mijn armen, ja je weet het, want jij weet alles wat ik doe en je weet het, zoiets. En zo komt mijn muziek dan gewoon tot stand, man. Soms doe ik dat live. Soms doe ik dat gewoon lekker in mijn eentje. Soms doe ik dat met de hele groep. Oké. En wat kunnen we van Cheflano verwachten op donderdag 10 juni in Theater Zuidplein? Veel muziek. Veel genot. Veel energie on stage. En vooral gewoon dansbare muziek. En ik ga er ook een R&B tussen gooien. Dat gewoon echt wat slower is, laten we het maar zo zeggen. De vocals zijn sowieso R&B. Maar ja, gewoon vooral dansbare muziek. En ik ga een R&B ertussen gooien, wat ook een personal story is van mij. Maar dat zien jullie 10 juni. Cheflano. Dan nu. De seks is fantastisch. Yeah, she works a magic. Yeah. It would never be the same. Als ik naar je kijk, wil ik jouw lippen meteen. Yeah, yeah. Ik cool love the way. Dus ik ben jou op mijn pop, zet je all I need is one.